Ja, er kwam net een diepe zucht uit je mond. Is dat ongeveer het gevoel dat je ook hebt? Ja, tuurlijk. Het is wel een harde dreun. Jullie aanvoerder, die had eigenlijk weinig woorden. Die kon het ook nog niet zo goed bevatten. Het is nu 10 minuten later. Hoe is dat nu met jou? Ja, ik snap dat. Omdat het gewoon teleurstellend is. We doen onszelf tekort. We doen de fans die meegereisd zijn tekort. Iedereen thuis. Maar vooral voor onszelf is het gewoon zonde. We werken hard. We hebben het in eigen hand gehad. En dan geef je het in, weet ik veel, 10 minuten of zo, geef je het gewoon compleet weg. En dat is gewoon super dom. En ja, daar ga je van zuchten. En wat is dan de verklaring? Zit dat echt in die laatste 10 minuten? Want het was eigenlijk de hele avond al niet zo goed. Ja, maar als het niet zo goed is en je staat 2-0 voor, ja, dan doe je toch wel iets goed. Je scoort goals en je houdt de 0 achterin tot de laatste 10 minuten. Dat we naar achteren beginnen te lopen terwijl we afgesproken hebben om te proberen de hele wedstrijd druk te zetten. Natuurlijk weten we dat het geen goede wedstrijd was. Maar ja, als je 2-0 voor staat,